Het is 7:05 geworden. Het is een hete donderdag in de paasvakantie. En bij mij in de studio van Q Music. Dames en heren, beste vrienden, Kate Ryan! Hey! Hey. Hoe gaat het ermee? Zeer goed. One love. Dit is jouw nieuwe single. Ja. Ah, tof. Zeg, hoe is het? Zeer goed. En ben je blij? Ik ben blij dat ik nog eens bij u in de studio mag zitten. Insgelijks, ben je blij met het goede weer? Het is warm. Het is fantastisch. Tof, gaan we straks nog een terrasje doen? Dat moeten we echt wel doen. Zeg, nog nieuws van Cat de Lula, want dat was nu eigenlijk de aanleiding waarvoor ik je wel had ingestreken. Ja, ja, ja. En heb je daar vaak zo contact mee? Af en toe, ja, ja. Dat is een toffe madame, hè? Ja, precies. Zo'n kleintje, heel kleintje. Een heel kleintje. Heel bizar. Bizarre madameke eigenlijk. Ja. Zeg, ik heb... Ja, maar Anke is er niet vandaag. Normaal beschrijft zij hoe jij eruit ziet. Maar ik heb het dan even fashionista Sylvie Willems. En die zal even beschrijven hoe jij eruit ziet vandaag voor de luisteraars. Kate ziet er heel goed uit. Ze heeft een fantastisch leuke broek aan. Zo met een beetje kant, zwart. Zo tot aan de knieën ongeveer. En dan heel zomerse leuke sandaaltjes. Een sportief zwart jasje met zo aan de schouders een beetje pailletjes. Ze heeft ook armbanden rond haar benen. Armbanden? Nee, dat hoort bij die sandalen. Dat hoort bij de schoenen. En dan een zonnebril, hè. Met fantastische weer. In het haar, hè? Ja, ja, ja. In het haar, natuurlijk. Dat moet zo, hè? Dat moet zo, hè? Ja, absoluut. Dat moet zo. Oké, dankjewel. Ze heeft goed gedaan, trouwens. Goed geprobeerd, toch al sinds het leven. Dat is echt wel goed gedaan. Zeg, jij komt je nieuwe single voorstellen. Ja? Je nieuwe single spelen in de studio. Ik ken dat liedje. Ik ken de melodie. Ken ik. Ja, het is een zeer bekend melodietje. Ja, het is... Het is dit, hè? Eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar je moet eens vertellen, hoe gaat het dan? Denk jij dan van, of is dat iemand anders die dan denkt van, oh, daar moeten we iets mee doen? Of hoe gaat dat dan? Ja, dit origineel nummer van Liquido is een mega hit en wordt overal nog gespeeld. En de mensen gaan daar ongelooflijk van uit hun dak. Dus we hadden zoiets, laat ons een heel poppy nummer maken en laat ons die twee combineren. Ja. En ja, dan krijg je dus Love Live, hè? Ja, inderdaad. En ja? Moet je dan naar die mannen van Liquido gaan en zeggen van, hey mannen, ik heb een idee. Mag dat mogen hier? We dat even gebruiken, ja. Die mannen hebben gezegd dat het goed was. Ja, echt? Ja, ja, ja. En had ze het toen al gehoord? Of nog niet? Ze hebben het gehoord en ze vonden het goed. Dus. Super, geweldig. Interessant, hè? En ja, voor hen is het ook wel tof natuurlijk. Ja, voilà. Ziel, maar blijft opnieuw gebruikt worden. Super, super. Oké, zeg, ik heb net naar de videoclip zitten kijken. Aha. En je moet vertellen wat het... Want het is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want jij bent, in het begin ben je de schminkster. En op het einde ben je dan de ster van de avond of zo, hè? Ja, ik speel eigenlijk een beetje de nerd, zo. Een beetje de assistente. En ik word dan later omgetoverd tot de diva die dan de catwalk betreedt en mijn show daar even opvoeren. Ja. En er is eigenlijk nog een leuk verhaal, want de gast die in Berlijn de video gemaakt heeft ook de video gemaakt van Liquido, Narcotic. Nee, dus, ja, echt waar. En is dat toeval? Heb je hem daarom gevraagd? Nee, want toeval? Hij heeft Ella Elan zo ook gemaakt. Huh. In Berlijn, dus dat is toeval. Is dat grappig? Ja? Ja, geweldig. Die kent hem al, jong. Je moet dan idee van die videoclips, je moet dan echt over die catwalk lopen en ja, ja. Het gaat je wel af. 100 keer opnieuw en opnieuw en nog eens. En op een bepaald moment ben je echt helemaal, heb je echt lang haar al, precies een beetje Jennifer Lopez. Volledige metamorfose, Wim. Was het de bedoeling, Jennifer Lopez, of toeval? Nee, dat is toeval. Toeval. Okay. Maar het staat hier heel goed. Dank je wel. Echt geweldig, absoluut. Het is een beetje, het deed me wat aan Sarah denken ook, zo het verhaal. Ja, dat was eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. Zo. Voor en na zo. Een lelijke eentje, maar dat is eigenlijk totaal niet. Het eindigt wel heel mooi. Ik had wel verwacht dat je die outfit ging aanhebben met dat onderbroekje. En dat je enkel dat onderbroekje aan had en je jasje erboven. Dat ik zo ging binnenkomen. Ja, eigenlijk wel. Dat is voor de volgende keer. Goed, ik wil toch op de foto met jou. Oké, dan gaan we nu een foto nemen. En dan moet je daarna naar de microfoon lopen en dan mag je zingen. Is dat goed? Ik ben heel benieuwd. Oké. Q Music.